Ja, Manchester lopen we Paul Bosveld tegen het lijf. Ja, je hebt gespeeld bij Manchester City en bij Feyenoord. Is dat de reden dat je hier bent? Ja, inderdaad. Uitgenodigd door City en in Rotterdam geweest. Ja, bijzondere wedstrijd voor mij. Dus vandaar dat ik hier ben. En dan ga ik toch vragen, met Feyenoord de UEFA Cup gewonnen, toch in Engeland gespeeld bij een grote club als City. Voor wie ben je vanavond? Ik sta eigenlijk blanco in, maar ik moet zeggen, City is er al en Feyenoord kan wel op pepper gebruiken. Ook in de competitie gaat het natuurlijk wel moeizaam, dus ik zou het mooi vinden als Feyenoord kan stunten in ieder geval om weer een beetje het goede gevoel te krijgen. Wat voor tijd heb je hier gehad? Je was hier nadat je de UEFA Cup hebt gewonnen. Keegan was de coach, je speelde met McManaman, met Reina, met allemaal Barton, allemaal jongens die toch allemaal naam hebben gemaakt. Ja, Anelka, David Seaman was er nog eventjes. Het was een hele leuke groep. Een mooie mix van allerlei nationaliteiten, maar wel jongens met naam inderdaad. Maar ja, net nog in de beginfase van waar het nu naartoe is gegaan. Ondertussen twee nieuwe eigenaren gehad, veel meer geld om te spenderen en je ziet wat ervan kan komen. Toch kennen de mensen je nog, zelfs de taxichauffeur had het vanmiddag over je. Oké. Nee, ja, het verbaast mij ook nog wel. Ja. Het is toch wel 14 jaar geleden, maar mensen zijn toch wel voetbalminded hier. En ook United fans, die hebben dan toch nog wel een bepaald respect. Ja, wel grappig. Je hebt ook heel veel respect bij Feyenoord en bij Feyenoord fans. Wat ga je vandaag doen? In de stad lopen? Ook nog even de kroeg in waar al die Feyenoorders zijn? Nee, gisteravond genoeg gezien. Ik ga vanmiddag denk ik even naar onder 19 kijken. Dat is wel leuk. En daarna gewoon richting het stadion. Tot slot, het gaat niet goed met Feyenoord. Wat is jouw mening? Waarom denk jij dat het zo slecht draait? Want ze spelen wel goed. Dat is een beetje de lezing van de trainer. De kansen worden niet benut. Is dat ook een beetje hoe jij het ziet? Ik zie niet alle wedstrijden helemaal. Maar het is altijd wel gevaar als je zeg maar, kampioen wordt dat het dan daarna misschien iets minder gaat. Mensen stapje iets minder doen. Ja, natuurlijk, je ziet wel dat ze heel veel kansen missen. Maar ja, soms moet je misschien ook iets meer gas kunnen geven. Maar goed, nogmaals, ik kan daar niet zo goed beoordelen. Wat je ziet in ieder geval in de samenvatting met name is wel dat ze scorevermogen op dit moment ontberen. En dat ging vorig jaar dan net allemaal de goede kant op. En je ziet ook bij PSV, daar valt het net de goede kant op zoals tegen Zwolle. En daar praat niemand er meer over. En zoals bij Feyenoord blijft iedereen erover doorzeiken nu.